Want het gaat over een... laten we het er even over hebben, over boekenweekgeschenk. Ja, okay. Dan gaan we straks nog een groot pleidooi voor de literatuur maken. Hoop ik, jij. Ja. Of met Theo misschien. Heldere hemel. Het gaat over een gebeurd incident. Ja. 1989, geloof ik. 1989, zomer 1989. Er vliegt een vliegtuig. We hebben het nog over de Koude Oorlog. 4th of July. De 4th of July, ja. Amerika is aan het feesten en dan gebeurt dit. Er gaat een vliegtuigje bemand vanuit het Oostblok richting Westen. De piloot, ik geloof een Pool, denkt dit is fout. Die zet zijn schietstoel aan. Met andere woorden, die gaat eruit. Dat vliegtuigje vliegt heel gewoon verder. Er was eigenlijk niks aan de hand. Hij had er niet uitgehoeven. Piloten ernaast, wat is dit? Er zit niemand in. Ja, het is de eerste keer in de hele geschiedenis van de Koude Oorlog dat dit gebeurt. Een gevechtsvliegtuig overschrijdt het ijzeren gordijn. Je denkt toch op dat moment, in Polen zijn net verkiezingen geweest, ze durven nog altijd de president niet benoemen daar. Gorbachev heeft heel veel moeilijkheden, er staat een staatsgreep te gebeuren. Dus je denkt, een MIG overschrijdt ze, maar lijkt naar Brussel te gaan, waar de NAVO is, waar Europa zit, waar de SHAPE zit, het militaire hoofdkwartier. Dus je denkt, de hel barst los, er gebeurt niks. Nee. Maar het valt wel in Vlaanderen, in een klein gehucht, precies op één huis. En daar het dood één jongen. En dood één jongen, dat is de kern van jouw verhaal. We gaan even kijken naar het echte nieuws. 21:50 vanmorgen. Een Sovjet-Russische MIG steekt de grens tussen Oost- en West-Duitsland over bij Dannenberg. 22 minuten later wordt het vliegtuig onderschept ter hoogte van Hobson door twee Amerikaanse F-15 gevechtsvliegtuigen. I'm flying alongside. There appears to be no pilot. The canopy is missing. 35 minuten na de onderschepping stort de MIG neer op een huis in Belgen. Waarschijnlijk was de brandstof op. Het huis is grondig vernield. Er was een jongen van 19 aanwezig. Hij is dood. Ja, dit is een aanleiding voor de rest. Een heel fictief verhaal. Jij hebt er van alles bijgefantaseerd. Ja, nee, we hebben ook de nabestaanden ontmoet. En dat heb ik beloofd natuurlijk. Want ik weet vanwege mijn eigen familie wat het moet betekenen voor ouders om een kind te verliezen. Dat is al erg bij een ongeval. Mm-hmm. Denk aan Tonio van der Heijden. Mm-hmm. Maar dit is zo'n absurd noodlot. Dit kan je toch niet bedenken? Nee. Als je dat zou bedenken, zouden mensen zeggen, ja, een MIG die neervalt, precies op dat huis. Ja. Dus ik heb die mensen beloofd dat ik zou benadrukken, mijn verhaal is alleen op dat feit gebaseerd. Ze hebben niks met die familie die ik beschrijf te maken. Aangebeld, Lanois de naam. Ik ga een stuk schrijven over dit Nee, het boek was al geschreven en dan wel via de burgemeester en onze CPMB, Poek.b, hebben die mensen vooraf wel, vooral eer de drukte begon, vond ik wel zo netjes, hoffelijk en tactvol. Gewoon, ja, je rijdt oude wonden open, dat weet je.